Volgende nummer, dat heet HIT. Dat gaat over het recht van protesteren. Non-violent. Non-violent protest. Dus zonder geweld te gebruiken. Protesteren. Ja, dat recht hebben we. In Engeland zit Brian. En ik heb het verhaal tijdens de bedding wel een beetje verteld. Brian zit al bijna 9 jaar dag en nacht daar in de kou. Dus ook bij die min 10 en de sneeuw en zo. Zit hij in zijn tentje te protesteren tegen alle vormen van oorlog en geweld. En dit liedje is ook een beetje geïnspireerd op zijn doen en laten, zeg maar. We got a right to protest. Hit. Protest and stop. Refuse.